Vanochtend is het op veel plaatsen tamelijk bewolkt. Lokaal valt ook nog een enkele bui, mogelijk met een beetje winterse neerslag. In de loop van de dag gaan de buien verdwijnen en dan loopt ook de temperatuur op. Maar bij een matige noordoostenwind voelt het wel iets kouder aan. Met 9 tot lokaal 11 graden wordt het wel weer wat warmer dan de afgelopen dagen. En dat is ook gelijk de opmaat voor een weer warmere periode. Morgen dan gaat de temperatuur op veel plaatsen een flink stuk omhoog in vergelijking met de afgelopen dagen. 13 of 14 graden in het noorden. In het uiterste zuiden van het land kan het lokaal al 18 graden worden. In de ochtend hebben we nog wat wolkenvelden, mogelijk ook een beetje nevel in de vroege ochtend. Maar in de loop van de middag dan breekt de zon op steeds meer plaatsen door. Er waait altijd nog wel een matige oostenwind, waardoor het gevoel ietsjes minder warm is. Kijken we eventjes vooruit naar de komende dagen, dan zien we eigenlijk hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Dinsdag en woensdag zijn er wel wat meer wolkenvelden, met vooral in het uiterste zuiden kans op een enkele bui. Vanaf donderdag dan is het weer droog en gaat de temperatuur flink omhoog, met dan op veel plaatsen temperaturen op rond of over de 20 graden. En dat zien we ook goed op deze grafiek terug. Richting volgend weekend, het paasweekend dus, zien we op veel plaatsen temperaturen van 20 graden of meer. Als het er helemaal mee zit, kan het misschien lokaal zelfs al voor het eerst zomers warm worden dit jaar. Mijn naam is Wilfred Jansen voor Weerplaza.nl.